allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Jongens, vandaag ga ik weer een heleboel nieuwe make-up testen die allemaal hierin zit. Ik ben naar de Kruidvat gegaan en ik ben naar de Essence collectie gegaan. Want jullie hebben mij online massaal bericht om de nieuwe Essence collectie te testen. Dus ik heb gewoon alles gepakt waar nieuw op staat. Dus ik ben heel benieuwd naar al deze make-up. Al vanaf het begin van mijn kanaal, like 8 jaar terug of zo, review ik al betaalbare make-up. Jullie weten, ik ben echt een fan van betaalbare make-up. Helaas is het niet altijd helemaal top, maar een heleboel producten zijn ook vaak heel erg goed. En ik ben altijd op zoek naar alle hidden gems. Naar alle betaalbare make-up. Die echt super super goed presteert. Dus ik hoop dat ik vandaag ook weer een paar leuke goede producten zal vinden. En kan aanraden aan jullie. Mocht je nou vandaag iets zien waarvan je denkt, heel leuk, dat wil ik ook. Hoe heet het ook alweer? Ik praat altijd heel snel. Ik begrijp het helemaal als je me af en toe niet verstaat. Dus alles staat ook beneden in de beschrijving. Om het makkelijker te maken voor jullie. Ik heb echt een heleboel producten. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je het nieuw wat leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag. En dan gaan we snel... Mijn stem gaat gewoon weg. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik dacht heel slim te zijn. Ik dacht ik bewaar de bon. Want dan kan ik later gewoon zien terwijl ik de video maak hoe duur alles is. Maar letterlijk bij alle make-up staat gewoon make-up. Er staat niet wat het is. Er staat gewoon make-up. Alles wat ik vandaag heb ik gehaald bij de Kruidvat in Tilburg. Waar ik woon in, bij de Westermarkt. Heel veel was al verkocht. Sommige waren er echt nog maar in letterlijk één kleur. Dus ik heb gewoon gepakt wat er gewoon nog was. Ik ga allereerst niet beginnen met make-up. Maar random met deze oorbellen die ik heb gevonden bij de Kruidvat, die wil ik even indoen. Zijn van de Pauline Wingelaar collectie, 10 euro. Ik vond ze er zo mooi uitzien. Deze ga ik even indoen. Ze had ook een heleboel andere prachtige oorbellen. Echt, ik kon niet eens kiezen. Ik vond ze echt allemaal super duper mooi. Jongens, jullie weten, ik hou van goud. En ik hou van een beetje die gouden chique look. En daar vind ik deze oorbellen echt ideaal bij. Vooral zo met mijn haren vast. Oké, we gaan allereerst beginnen met echt een product die ik echt al over de internet heb gezien. En dat is deze Glow Booster. Dit is de Essence Magic Filter Glow Booster in de kleur 30 Medium Tan. Oké, deze kleur is een beetje aan de donkere kant. Ik had niet veel opties. Heel veel was al uitverkocht. Alle lichtere kleuren waren echt gone. Gone with the wind, fabulous. Ik was van plan om gisteren te gaan bruinen, maar dat heb ik niet gedaan, want ik ben het vergeten. Dus nou ben ik lekker witjes. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga deze even aanbrengen. Dit moet dus een dupe zijn van de Charlotte Glow Filter. Deze is echt geweldig. En ik heb laatst ook een dupe van deze getest van Catrice. En deze is echt amazing. Dus ik ben benieuwd of deze even goed gaat zijn als die van Catrice. Nou, laten we gewoon aanbrengen. Deze heeft een pomp. Die andere hebben gewoon zo'n kwastje of achterhoed. Vrij donkere kleur. Oh nee, op zich is het wel gewoon goed. Dit is wel meer hygiënisch dan zo'n kwastje. Maar mij maakt het op zich niet uit, want alleen ik gebruik het dus, ja. Oké, wat me al wel gelijk opvalt is dat deze wel echt de minste glow heeft van alle dupes die ik heb getest. Ik heb van Catrice en van Elf Cosmetics getest. En ik vond die van Catrice echt de beste dupe. Deze vind ik ook wel mooi. Ik hou niet van al te veel glow, als ik heel eerlijk mag zijn met jullie. Dus ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar ik vind het op zich wel fijn als iets niet al te veel glow heeft. Het is echt heel lichtgewicht. Ik denk dat het echt prachtig gaat zijn voor een no make-up make-up look. Jongens, ik vind het best wel mooi. Die van Catrice heeft net wat meer glow. Ik persoonlijk vind dit ook gewoon echt heel mooi. Ik denk dat je echt wel goed het verschil ziet met nu en hiervoor. Ik heb een vrij matte, doffe, droge huid. Ik denk dat mijn voorkeur terug uitgaat naar deze. Ik hou van die echt die minimale glow. I like it. Maar als je van meer glow houdt, dan zal ik gewoon die van Catrice halen. Oh, ik wilde met iets anders beginnen wat ik was vergeten. Maar dat ga ik dus gewoon nou alsnog doen. En dat is deze lipolie. Dit is de Essence Hydra Kiss Lip Oil in de kleur 03 Pink Champagne. Deze heb ik ook echt al over internet gezien. Iedereen vindt hem super fijn. En ik met mijn droge lippen, ik hou van een goede lipolie. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben voor de rode kleur gegaan. Ze hadden ook nog een aantal andere kleuren. Ik ga even deze lipwallen eraf halen. Een hele grote applicator. Het is rood, maar het is niet super rood. Het heeft niet heel veel kleur, maar het heeft wel een hele kleine lichtrode tint. Het ruikt echt naar make-up. Echt die oldschool make-up geur, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind hem heel fijn aanvoelen. Niks spectaculairs of zo, maar een goede, dikkige, vettige lipolie. I like it. Dan ga ik verder met deze skin tint. Dit is de Essence Hydrating Skin Tint in de kleur 30. Dit is volgens mij echt gewoon de perfecte kleur. Dus daar ben ik wel blij mee. Het is een lichtgewicht skin tint. Light to medium dekking. Dus een lichte tot een medium dekking. En dat is altijd met skin tints. Er zit aloe vera in en hyaluronic acid. Is allebei goed voor de hydratatie van de huid. Geen alcohol of geurtjes. Oké, ik denk dat heel veel mensen dat ook fijn vinden. Vooral mensen met een gevoelige huid. Ik breng het gewoon aan op mijn Kruidvat
spons. Jongens, het wordt echt tijd voor andere sponsen. Die ik allemaal heb, staan allemaal zo uit. Oké, het is echt super waterig. Ik heb best wel veel gepakt. Het is wel heel licht. Oké, ik hoop gewoon dat het inderdaad niet heel veel dekt. Want het is niet mijn kleur. Het is veel te licht. Oh my goodness. Oh, wat erg jongens. Maar ja, ik ga wel straks gewoon heel veel bronzen zo. Ik weet dat heel veel mensen altijd aanraden om een skin tint aan te brengen met je vingers of een kwast. Maar ik hou daar echt niet van. Dus ik doe gewoon altijd met de spons. Oké, jullie moeten heel even gewoon de kleur negeren. Maar het heeft inderdaad letterlijk een licht tot medium dekking. Het heeft niet echt een lichte dekking. Want hij dekt wel gewoon echt wat. Jammer dat het echt te licht is. Terwijl het is gewoon wel echt de kleur medium. Dus ik weet niet hoe dit medium is. Dit is echt licht. Light. Het is een beetje plakkerig. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Het geeft me een beetje mousse vibes. Weten jullie nog die mousse van vroeger die iedereen gebruikte die er niet uitzag? Het geeft mij een beetje die vibes. De glow van deze schijnt er nog wel mooi doorheen. Dus dat vind ik wel mooi. Maar ik vind het een beetje dikkig. Ik vind het best wel dikkig voor een skin tint. Ik denk niet dat ik een fan ben hiervan. Ik heb even heel snel wat concealer aangebracht. Jongens, mijn huid is vettig, plakkerig, dikkig. Oh, I do not like it. Maar goed, we gaan gewoon verder met blush. Dit is de Essence Baby Got Blush. Blush in de kleur 30 Dusty Rose. Oké, online had ik gezien dat dit dus echt een geweldige combinatie is in de fel roze kleur. Echter had ik hem dus gehaald in de roze kleur en deze kleur. Maar allebei zijn ze kapot gegaan. Kijk even dit. Dus dat is wel echt super jammer. Ik had ze graag allebei gebruikt. Maar ja, deze en die roze kan ik dus niet meer gebruiken helaas. Niet echt de beste kwaliteit, want ze zijn echt reetstel kapot gegaan. Oké, nou dan gaan we deze blush proberen. Ik heb de peachy kleur genomen, dus een meer neutrale kleur. Zo ziet het eruit. Oh, er kwam best wel veel uit. Ik ga niet te veel aanbrengen. Dat is wat ik altijd zeg en nooit doe. Ik breng het een beetje hoog aan voor een beetje een gelift effect. Oh, ik vind het nu al prachtig. Oh, ik snap de hype jongens. Oh, wauw. En het blendt echt top uit. Het blendt helemaal in de huid in. Maar het blendt niet helemaal weg. Ik ben echt in shock jongens. Het is zo spot goedkoop en dan zo goed. Ondanks de slechte make-up eronder is hij echt super mooi. Ik denk dat ik het ook gewoon zo hou. Ik wil niet al te veel aanbrengen. Het was zo mooi geweest als dit erop kon. Ik weet niet, zou ik hem nog kunnen gebruiken jongens? Nee, ik denk niet. Als je een kapotte blush aanbrengt, breng je superveel pigment aan. En dan wordt het heel snel een bende. Dus ik denk dat ik het gewoon zo ga laten. A few moments later. Ik ga gewoon iets meer aanbrengen toch? Oké, wie geloofde dat ik het gewoon zo zou laten? Let wel op, want het squirt gewoon van alles eruit. Oké, nou heb ik weer misschien een beetje overdreven. Ik had het gewoon moeten laten hoe het was. Oké. Dit doe ik dus altijd, hè. Oké, dan heb ik deze poeder. Dit is de Essence Banana Loose Powder. Oké, ik ben een beetje bang, want als ik ben gebruind is een gele poeder heel mooi. Maar vaak als ik licht ben, is hij te donker, is hij te gelig. Dus ik hoop dat het nu niet gaat zijn. Anders is echt gewoon mijn hele gezicht verpest. Maar we gaan kijken. Oeh, er zit een sponsje bij. No, doe maar Luxor Essence. Wat ik altijd doe is dat ik gewoon een beetje zo in de deksel pleur. Dit is niet echt handig, want ik breng het aan onder mijn ogen. En dat kan hiermee niet heel goed. Dus ik heb deze. En die is zo driehoek en die kan zo perfect onder mijn ogen. Zorg er wel altijd voor dat je geen creases hebt. Want als je die vastlokt, dan heb je gewoon de hele dag creases. Oké. Oh, alsjeblieft, laat het niet mijn gezicht vervestigen. En mijn gezicht is al te licht, dus ja. Okay, hij is niet te gelig, maar af en toe als je het er dan afhaalt, laat het zo'n hele gloed achter. Hele zachte fluwelen poeder. Het is een matte poeder, by the way. En dan heb je nou misschien iets van, dat is toch elke poeder? Nee, want sommige laten een glow achter en sommige maken echt mat. Deze maakt inderdaad echt mat. Oké, ik zie wel een beetje die gele gloed. Het zou echt heel mooi zijn als ik was gebruind, denk ik. Want ik vind de poeder op zich wel gewoon fijn. Hij is heel licht gewicht, maakt goed mat. Het is wel oké. Ik heb heel even snel mijn neus gecontoured en mijn gezicht gesprayed. Ik vind mijn huid nog steeds echt veel te dikker eruit zien. Die skin tint is echt niks. Ik heb nog geen bronzer aangebracht. Wilde ik wel doen, maar mijn gezicht is gewoon te plakkerig. En ik ben bang dat als ik die aanbreng, er allemaal vlekken gaan ontstaan. Vooral ook omdat ik net heb gesprayed. Dus daar wacht ik heel eventjes mee. Dus we gaan nou eerst even door naar de ogen. Ik heb hier iets wat niet nieuw is. Dit is het enige vandaag wat al bij de oude collectie hoort. En dat is deze oogschaduw. Dit is de Essence Soft Touch Eyeshadow in de kleur 01 Dawn. Ik vond dit een hele goede basis voor het nieuwe oog. De producten die ik wil gaan laten zien zo meteen. Dus ik ga even snel deze aanbrengen. Ook vooral omdat ik hele donkere binnenste ooghoeken heb. Vind ik het dus altijd fijn om hier zo een lichte oogschaduwkleur aan te brengen. Om het toch nog een beetje extra te verlichten. Concealer is gewoon niet genoeg. Het is gewoon een matte beetje vanillekleur. Het is niet echt heel wit. Dan ga ik in met een grote fluffy kwast. En dan ga ik heel licht een beetje zo over mijn hele ooglid. Om het helemaal
te verlichten. Niet al te veel, want dit is echt alleen maar een beetje voor de basis. En dan heb ik hier een heel leuk product. Dit is een holographic oogschaduw topper van Essence. Dit vond ik er dus echt heel leuk uitzien. Dit heb ik nog bij niemand gezien online, dus ik ben benieuwd. Oeh, hier staat op Get Your Sparkle On. Is dit niet echt de mooiste verpakking ever? Wauw. Even kijken. Deze wil ik gewoon zo losjes aanbrengen met mijn vinger. Je hoeft het niet vast te lokken. Staat op de verpakking. Het sets by itself. Dus het lokt gewoon vast op je oog. Tenminste, dat is de bedoeling. Okay, laten we het even openmaken. Ik hou van glitter. Oh, ik hoop echt dat dit het effect gaat hebben wat ik nou in mijn hoofd denk dat het gaat hebben. Kijk hoe mooi. Wauw. Oké, ik had het met mijn vinger willen aanbrengen, maar het is een vrij klein... Ja, of misschien lukt het... Ja, ik weet niet. Oké, ik ga er gewoon met mijn vinger in. Het is zo... jellyachtig. Laten we kijken hoe dit aanbrengt. Het is echt heel jellyachtig. Dus het is zo nattig. Ik vind het wel heel mooi. Dit is echt heel uniek. Ik breng het ook een beetje hoger aan. Dit zou echt heel mooi zijn met een glanzende oogschaduwkleur eronder of zo. Maar ik wilde het gewoon even alleen aanbrengen, zodat we gewoon goed zien wat het doet. Het blijft wel echt goed op zijn plek zitten. Dus waar ik het aanbreng, het blijft ook goed gewoon daar zo zitten. Dus dat vind ik wel fijn en uniek voor zoiets wat zo waterig is. Ik breng even wat meer aan. Ik heb nou best wel veel gepakt. Wel lekker veel sparkle. Oké, ik moet wel zeggen dat het echt niet snel opdroogt. Dus je hebt alle tijd om te werken. Heel mijn vinger is sparkly. Oké, ik vind het op zich wel leuk. Even laten opdrogen, want het droogt echt super traag op. Het is gewoon nog steeds niet opgedroogd. Oké, het begint eindelijk een beetje op te drogen. Man, wat duurt dit lang zeg. Ja, ik vind het wel leuk. Ik zou het niet zo alleen dragen, maar op een mooie oogschaduw is het echt... Oh, misschien heel mooi met dit Huda Beauty paletje. Dit Rose Quartz paletje, stel je even voor dat je deze kleur, zo'n kleur aanbrengt en dan met dit eroverheen. Dat zou echt geweldig zijn. Oké, heel even een beetje bronzen, want dat is wel echt een nudie naar deze lichte skin tint. Ik gebruik mijn Glowish bronzer van Huda in de kleur 0310 Light. Dan highlighter. Ik heb hier de Essence Gimme Glow Luminous Highlighter in de kleur 10 Glowy Champagne. Deze vond ik er echt heel mooi uitzien. Ik hou van een champagne glow. Ik hoop dat hij ook echt goed glowt. Ja, je kunt het niet echt heel goed zien op mijn hand. Ik begin altijd eerst in de binnenste ooghoeken. Oké, het heeft niet echt het gewenste glow effect. Een beetje op mijn neus. Het is heel poederig. Oh my gosh, er is echt helemaal geen glow. Ik vond het heel mooi uitzien, maar er is niet echt een glow. Ik was niet van plan ook op mijn gezicht aan te brengen. Maar ik ga het toch wel een klein beetje doen om te zien of er dan misschien wat meer glow afkomt. Ik heb het gevoel van niet. Nee. Ja, je ziet wel wat glow nou op mijn gezicht, maar nee, ik vind hem niks. Oké, dan de lipjes. Dit is de Slim Thick Lipstick van Essence in de kleur Hot Chili 107. Ik ben gewoon lekker voor een rode kleur gegaan. Ik dacht, doe eens gek, lekker een rode felle kleur. We doen altijd nude. Ik dacht, laat me een keer rood doen. Ik besef me wel nu dat het niet echt gaat matchen met de paarse holographic-achtige oogschaduw, maar... Oké. Heel even de fantastische lipolie eraf halen. Jongens, die olie is echt fijn. En hij bleef gewoon de hele video lang goed zitten. Dus dat vind ik wel top. Dit is een matte long-lasting lipstick. Normaal breng ik een felle kleur aan met een lippotloodje. Maar dat ga ik nu even niet doen. Want ik wil even deze kleur op zichzelf zien. Je kunt hem gewoon zo open draaien. Oké, laten we het gewoon aanbrengen. Oeh, gelijk heel veel kleur. Nou, het brengt top aan. Je hebt geen lippotloodje nodig, joh. Het is een mat, maar niet die liquid mat die niet afgeeft. Dit geeft wel af. Maar persoonlijk vind ik dit fijner. Ik vind liquid mat lipsticks vaak iets te droog. Die lokken helemaal vast op je lippen en ze drogen je lippen gewoon helemaal uit. Terwijl dit niet. Het voelt heel zacht aan. Ik denk dat ik hem in meer kleuren ga halen. Kijk hoe mooi ook deze kleur. Heel mooi. Het heeft een blauwe ondertoon en dat houdt in. Rood met een blauwe ondertoon houdt in dat je hele mooie witte tanden krijgt. Essence, you go. Oké, even mijn gezicht een beetje hydrateren, want dat heeft het echt nodig. Deze is van Clarins, die is niet zo goedkoop. Nou jongens, dit was dan de video. Wat vinden we van de uiteindelijke look? I like it. Ik zal gewoon lekker negatief beginnen met wat ik niet aanraad. En dat zijn deze twee producten. Deze skin tint is dikker, vettig, lelijk. I do not like it. En deze highlighter highlight echt helemaal niks. Wat ik vandaag wel echt aanraad zijn vooral deze drie producten. Deze lipstick, obviously. Ik hoef niet eens uit te leggen waarom. Deze lipolie, super duper fijn. En deze blush. Dit is echt een van de beste liquid blushes die ik ooit heb getest in mijn leven. By far. En ik overdrijf niet eens. Dus
deze vind ik echt, echt top, top, top. Overige drie producten waren gewoon normaal. Niet heel slecht, niet heel goed. Gewoon medium. Nou jongens, laat in de reacties weten wat je van de video vond. En wat voor video's je nog meer zou willen zien op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. En ik jullie zondag lunch een beetje heb opgevrolijk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!